Professor Seonat Naipaul, die al ruim 5 jaren bezig is met de aanleg van een natuurlijke zeewering, de weg naar zee, heeft vandaag houtmateriaal gekregen van de Lions Club Parwani en Lions Club Paramaribo Central. Het materiaal is een welkome donatie, zegt een blije Naipaul. Er zijn onder andere walabapalen en bamboestokken gedoneerd voor de infrastructuur die is aangelegd de weg naar zee. Inderdaad ben ik begonnen in 2015 in juni om de eerste kwelder te bouwen. De bedoeling was inderdaad om de erosie te verzachten dan wel te stoppen. Maar het blijkt dat we meer konden doen. Het is niet alleen maar kustbescherming geworden. Ik ben dus dat buizen van praten een beetje vergeten. We zijn bezig nu met het creëren van een aantal zaken. Hè? Met andere woorden, het land komt bij, biodiversiteit komt bij, het hele bufferzone komt bij, de goederendiensten van het mangrovenecosysteem komen bij, bijvoorbeeld de krabbenvangst is er toegenomen ineens, vogels komen hier, er komen rode ibissen voorbij. Dus het ecosysteem services komt terug. En daarvan kan je heel veel genieten en gebruik van maken. En dat is de duurzaamheid van het project. Het is niet alleen maar dus kustbescherming. Het is meer dan dat. Want ik heb vaker gezegd en ik blijf herhalen, alle centjes die u het gaat stoppen, kunt u dubbel en dwars terugkrijgen. Kort, lang termijn, je gaat hem terugkrijgen op allerlei manieren. Maar het is ook belangrijk om direct te zeggen in adem dat we te maken hebben met mitigatie- en adaptatiemaatregelen als u bekijkt op global scale. Ja, dit is een bijna 1 kilometer lange zone waar je ziet dat mangrove terugkomt. En mangrove is de blue carbon in feite. Het legt heel veel carbon vast dat je nog straks kan verhandelen in het kader van het Parijsakkoord. Dus het heeft niet alleen maar lokaal, regionaal, maar ook internationale waarde. Dus je kan op alle manieren hiermee goed doen. De presidenten Ronnie Omar van Parwani en Glenn Tewari van Paramaribo Central zijn ervan overtuigd dat de professor goed werk doet. Daarom pleiten zij ook voor een milieubewust Suriname. Dit project komt de totale samenleving ten goede. Als je hier zelf komt en een kijkje komt nemen, zul je zien hoe gigantisch groot het areaal is. Dat beschermd moet worden tegen het agressieve zeewater. Als gevolg van het menselijk handelen, roekeloos omgaan met het kappen van mangrovenbossen toen, hebben wij hier een complete ontbossing gehad. Met als gevolg dat het agressieve oceaanwater haar werk heeft gedaan, een happekus van gemaakt. En ja, we zijn niet allemaal onbekend met de situatie, overstroming van weg naar zee, de landbouwgebieden. Weg naar zee is ook een belangrijk gebied, een voedselleverantiegebied. Hier wordt er veel landbouw gedaan en veeteelt, welke de markt ook wordt, van waaruit de markt ook wordt voorzien dagelijks. En wij als Lions, we zeggen, we staan in dienst van de gemeenschap. En het is onze plicht als oudste club van het Lionisme in Suriname en het Caribisch gebied, om dan het initiatief te nemen om dit milieuproject ook te ondersteunen. Je moet weten, we zijn net naar achter gelopen en hoe gigantisch het probleem is, hebben we net geconstateerd. En als de gemeenschap nou 1 walabapaal of andere donatie zou kunnen doen ten behoeve van dit project, dan is het al een hele steun. Het is een algemeen belang. De dambreuken die zijn ontstaan, het zeewater die komt naar binnen en verricht enorme schade aan. Het is al gezegd dat hier in het gebied veel wordt gedaan aan landbouw en veeteelt, waar de Surinaamse markt van wordt voorzien. En dat is wat we moeten beschermen. We moeten de mensen beschermen, we moeten de economische activiteiten hier in het gebied beschermen. Dat waren president Glenn Tewari van Lions Club Paramaribo Central en president Ronnie Omar van Lions Club Parwani. De 2 surfersclubs hebben vandaag houtmateriaal gedoneerd aan professor Seonat Naipaul voor zijn Weg naar Zee project.